Dat ga ik niet doen. Ja. Ja, dat is goed. Close enough. Nou, nu echt met je heupen, doe je hem omhoog. Arm eroverheen. Ja. Nee. Je bent lang, dat is... Onder de vullen van deze in elk geval even. Ja, dat is goed. Dan moet je een beetje wat in elk geval hoog worden. Dat is de verste tot nu toe. Tommy Schotter. Gaat hij al in de buurt van die 8 meter komen? Ja, over de 8 meter Tommy Schotter. Het is volgens de ranking, dus we gaan de deelnemers zullen steeds verder. Maar hier zit je veilig. En Leo Hendricks, ja. En Wout Junior, mijn zoon, hij is aan het beten. Hij is scheidsrechter in de... Zal ik tegen hem biervat hoog gooien voor de prijs? Dan gaan we het uitvechten. Leo Hendriksen nu. En daar is Wilbert Stam. De deelnemers moeten in de sector blijven. Oh, Leo Hendriksen. Hij gooit die 25 kilo heel ver. Het is waar hij neerkomt. Het is niet waar hij heen rolt, maar dan zou het vet zijn. Ja, wij hopen nog steeds dat er... Emanuel. Cornelis was voor Leo. En dan Jerry Verschijk gereed houden. Emanuel. De Belg nu. Sterke jongen. Hij moet ook technisch goed kunnen. 25 kilo is zwaar hoor. Kijk eens, hij maakt snelheid, hij moet in die sector blijven. Ja, niet zo ver als mogelijk. Prima, prima, de Belg lijkt hier de verste te hebben. De 40 jaar, hij wil graag de titel kampioen boven de 40 jaar. Ja, had ik zelf ook, ik ben ook zelf pas 40 hoor. Ja, ja, deze dame gelooft dat gelukkig goed. Daar zijn ook nog titels, boven de 40. Daar is hij. Zo, Jerry van Schijk, ver. Hoho. En nu een prijsvraagje. Welke deelnemer zou de zwaarste van het veld zijn, denkt u? Sportas en 3 coolboxen. Hop, zo, en hij, alle power, hij moet het, de techniek nog beheersen hoor, dan komt hij ver. Sterke man, komt hij uit. Ja, de 3 coolboxen. Ter beschikking gesteld, straks voor het biervat hooggooien, dat los van de wedstrijd staat.
Wij gaan hier naar een wedstrijd met 25 kilo. Een van het laatste onderdeel van de Highland Games.